Je vreet het gewoon op en daarna ga je even netjes je excuses aanbieden. Afspraak? Ja. Wij jongeren hebben het vandaag de dag niet makkelijk. Je hoeft je social media maar te openen en het gevoel van FOMO bekruipt je alweer. Foto's van citytrips naar bestemmingen als Spanje en Italië zijn niet weg te denken van je feed. Maar valt er niet meer te ontdekken? Daarom gooi ik het met mijn twee vrienden Tobias Kamman en Jasper Demolin over een hele andere boeg. Met dit ideale testpanel gaan we op een ware roadtrip door de Balkan. Van Split tot Sarajevo, je ziet het in de Balkan-editie. Zo jongens, we zijn in Bosnië. Voor het eerst tijdens deze reis dat we een beetje een lichte cultuurshock hebben. Gaan we dan doen? Nou, zeg je Bosnië en Herzegovina, dan zeg je Raki. Ah, nee. Het is het drankje wat je hoort te drinken in Bosnië en Herzegovina. En dan gaan we nu drinken? Nou, we gaan het niet alleen drinken. We hebben met iemand afgesproken die dit zelf stookt. Nou, dat vind ik leuk. Dus wij gaan onze eigen Raki maken. Yes! Ik vind het zo vies. Maar je hebt het nog niet eens geproefd. Ja, maar ik heb het toch vaker in mijn leven gedronken. Nee, niet. Ja, maar jij bedoelt Sambuca. Ja, al die dingen. Al ja, maar Raki dat ook. Nee, dat mag je niet over één kam scheren. Ik bedoel, elk land heeft zijn eigen unieke drank. Dan moet je toch proeven, dat is cultuur. Cultuur ik moet je best proeven. Even. Ja, drinken ze dat hier ook voordat ze gaan werken? Dat weet ik niet. We hebben met hem afgesproken op een tankstation. Kleine kanttekening. Ik heb wel van Frans Klein te horen gekregen dat we mochten Raki gaan proeven. Maar we moesten het wel binnen de perken houden. Ik pas me aan, hè. Als dit is zoals het gaat, dan go ik met de flow. Wij houden je in de gaten. Matthijs houdt je in de gaten. Wie is Frans Klein? Frans Klein is de baas van de NPO. Ja. We zijn er. Ik weet alleen even zijn naam. Oh ja, ik denk dat we de meneer wel kunnen herkennen aan zijn neus. Hier moet hij ergens zijn. Misschien is het wel illegaal wat we gaan doen, dat we op een tankstation hebben afgesproken. Hij heet iets van Branislav. Die komt eraan met een vriend van hem. Die stoken Raki. En ik hoop dat het te vertrouwen is allemaal, Tobias. Dat hoop ik ook, want als je niet goed distilleert... Het voorstuk is echt giftig en dan word je blind van. Dus als we niks meer zien, dan weet je dat het foute boel is. Is dit hem? Ja. Hallo. 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 Wat is your name? Branislav, zegt hij net. Hallo. So, are we going to... Matthijs, het zijn niet mensen met wie je dit soort dingen moet uithalen. Het ging even helemaal mis hier. So, are we going to make Raki? Yes. Follow this car. Follow the car. Okay. Let's go! Dit was echt een van de meest ongemakkelijke ontmoetingen. Ja, maar dat komt door Matthijs, die man gewoon vol voor zijn kanus ran met zijn camera. Met die dikke, zware, oude, wetse camera. Dat museumstuk van hem. Ja, nou, aan boord. Oh, wat is dit? Man die stond te wankelen op zijn benen, alsof hij net gewoon een vuist op zijn neus had gehad. Het feit dat we ze moeten volgen, dat baart mij een beetje zorgen. Waarom? Nou ja, is het een legale activiteit? Waarom hebben ze niet gewoon het adres gegeven waar ze dit doen? Het voelt ook wel alsof we iets stout zouden doen zijn. Wat is dit? We rijden een of andere slagboom door. Dit is wel een plek waar je nooit zou komen. En waar ze het ook nooit horen als je met een Kalasjnikov wordt afgeschoten. We zijn er, denk ik. Wauw. Kijk, hier nog meer boertjes. Oh, kijk, hier gebeurt het. Hier wordt het gemaakt, jongens. Of we worden hier afgemaakt, jongens. Of we krijgen iets heel leuks te zien. Maar aangekomen op de locatie waar wij ons eigen Raki gaan stoken... maakt het gevoel van angst vrijwel direct plaats voor een gevoel van vreugde. Wel vet, hoor. Hatsa! Nu al gelijk? Gelijk, ik drink wel mee. Ja, Sven, jij ook? Jivier. Voor de wijn. Heerlijk! Dit is gewoon lekker. Wat vind ik dit vies. Oh, kijk, we krijgen nog een glaasje. Jongens, wie gaat er rijden? Want als we allemaal deden gaan drinken, kunnen we natuurlijk nooit hier wegrijden. Matthijs steekt zijn hand op. Nou, mag jij ook lekker meedrinken? Ik krijg straks alles op mijn dak van Frans Klein, hè? Nee, maar ik had Frans gesproken. Die zei,
Eén keertje mag. Jij wist niet wie Frans was, joh. Ik heb net gebeld. En dat we in goede handen zijn, wordt naarmate de tijd verstrijkt alleen maar meer duidelijk. Oh, hij vroeg of ik honger heb. Oh, kijk hier, daar komt het bier al aan. Het is 11:00 PM. Ja, nou en? Ik moet om een fles aan. Het lijkt wel alsof wij gewoon een soort van hebben afgesproken met onze Bosnische vrienden om keihard te gaan zuipen. Ja, ja. So, what's the plan? Can we make this? Maybe 3 years ago. Oh, okay. This is like aged. Yeah, wooden barrels. Oké. Okay. Oh, dit is dus een gelagerde raki. Als het gedistilleerd is, komt het natuurlijk helemaal witter uit en die kleur komt van het hout. Dus dit kunnen we nu niet maken, want dan moeten we wel heel lang hier filmen, wat ik heel fijn zou vinden. Maar... Nou, zullen wij nog eens even een goudgele rakker... Maar we moeten dus wachten tot die oude ketel, dat duurt een uur totdat die op gang is. En dan kunnen we de raki gaan maken. Ja. Yes. Oké, okay, nog één. Ja, nog één. What was it again? Jivio. Nee, er gaat niets boven de rakkie in de ochtend. Oh, ik heb nog nooit zo vroeg zoveel alcohol gedronken. Jeetje, waar zijn we beland, jongens? Ze gaan koken voor ons. Yeah. Oh, a little wine. Ja, maar wat is dit? Wat wordt hier nou mee ingeschonken? Dit is Chardonnay, hoor. Ik weet niet of het nog te volgen is. Hier is een soort oliefles op tafel gekomen waar ook wijn in zit. Jivio. Jivio. Lekker jongens, geniet ervan. Dat is very good. You also have a vegetarian burger? Who is vegetarian? You? Ah, yeah. He is. Sorry. Ik word gewoon uitgelachen hier. Hè? What is the plan? First eat and make spirit. Oké. Okay. Dat is dus... Hoe het raki maken gaat hier. Ondertussen willen ze dat je eet en dat je drinkt. This is turkey? Yep, turkey. Ik eet een klein stukje kalkoen. De mensen doen zo ontzettend hun best. Ja, dan pas ik me wel even aan. 5 minuten. Hoppakee. We zijn gewoon bezig met het leven vieren. Jezus, man. Oh. Heel grappig dat ik hier met een vegetariër en een vegan zit met een bord vol vlees. Maar terwijl er enkele minuten geleden nog gek werd opgekeken tegen onze kleine vegan, wordt uiteindelijk zelfs hij niet over het hoofd gezien. Oh, thank you. Iedereen is al dronken, maar we gaan nu beginnen met raki maken. We hebben daar dus een gefermenteerde fruitpap. Dan gaat dat hier in die distilleerketel. Toby, hallo, oude klok uit Spreestaat. Kom even hierheen. Kom even uit wat hier gebeurt. Fruit gaat uit zichzelf gisten. Ja. En als het gist, produceert... De fruitpap met alcohol moet in de ketel komen, dus daar helpen wij natuurlijk een handje bij. We zijn tenslotte gekomen om zelf raki te maken. Oké, okay, daar komt pas op, hè, met je pak. Op. Die zit dus nu dicht, dus de fruitpap zit hierin. En nu gaat het distilleren beginnen. Dan gaan ze hem verhitten. Yeah. Can I do it? Can I do it? Nou ja, maar ik ben nu de firemaster, dus nu mag ik het doen, ja. Ja, terecht. Stelletje klootzakken. Hey, daar gaat hij. Is hij aan? We zijn nu echt de temperatuur aan het reguleren. Mooi is dat eerste alcohol verdampt, die gaat omhoog. En hier komt het een beetje samen, gaat het dan omhoog door die buis. Die buis mag niet te warm worden natuurlijk. Want, waarom? Dat heb je net eigenlijk al zelf beantwoord. Omdat het gistingsproces... Nee, gisten is al gebeurd. Toby, gaat alles goed? Ja, ik had dus... Staat hier een biertje en een wijntje. Kijk. Kijk, het gaat gebeuren. Dat is ethanolalcohol, dat wil je niet drinken. En dat terwijl Toby zelf al flink wat ethanolalcohol in zijn bloed heeft zitten. Want wat Tobias hier bedoelt is natuurlijk methanolalcohol. Dit is giftig en is hetgeen wat bij de laagste temperatuur verdampt en wat het eerste uit de ketel komt. En dat gooi je dus weg. Dat is 50%. Hoe werkt dat dan? Er zit nu een dobber in en tot hoever die drijft... Zoveel alcohol zit erin. Na enkele keren meten is het dan zover en zou het veilig genoeg moeten zijn om te proeven. Denken ze. Ik krijg nu verse alcohol. Dus of je wordt blind, ja. Of je hebt nu een heerlijk verse raki. Ja, so this is safe, hè? This is safe? Ja. Okay. Yeah. Zivio. Het is niet per se lekker. Het kan nog lekker worden, maar het is een soort hartige wodka smaak. Wat bedoel je met hartig? Ja, ja, jawel! Ja, Zivio. Oh. Taste after 3 years. This. Ja. First Dan needs to taste. Oké, dan kom je op de verse tap. Als we allemaal blind worden, dan zijn we in ieder geval met z'n drieën blind. After 3 years. Oké, so this is voor Jasper. Nee! Yeah. Test. Ja.
Ja, hey, je komt hier niet leeg vandaan als je dit niet opdrinkt, hoor. Ja, kom op. 5, 6, nou, jij de rest. Alles. Ah, wat een janker. I love this. That's for sure. Oh. Zal ik er nog eentje nemen? Jij wil. Daar hoort ze niet te doen. Nee. Oh, je krijgt een volle. Ja, ik blijf gelukt. Zivio! Woehoe! What you're doing after maybe 5 or 6. Ik wil er nog één. Tuurlijk, Hansa. Zarievio. Zivio, Hansa. Oké. Hansa. Dan moet jij hem nemen. Yes, yes, mooi. Jojo! Hey! En die fles is helemaal op. We moeten echt gaan, dit gaat helemaal mis hier. Hoppakee. We zijn beland in een situatie waarin Tobias ons dwingt om te drinken. Vanwege de gastvrijheid kun je niet meer weigeren. Jongens, we moeten echt iedereen gaan bedanken en we gaan. Het is klaar. We nemen afscheid van dit geweldige gezelschap. Maar zoals verwacht is er nog één iemand niet helemaal klaar mee. Laten we als minst eentje nog proosten met z'n allen. Zo gezellig. Hoeveel van die raakjes heb je gedronken? Genoeg. Laatste aanbod. 1 keer met z'n allen proosten, dan gaan we weer door. Ik heb de glazen gehaald en dan kunnen we met z'n allen proosten. Dan kunnen we Tobias in de bus rollen. Kijk, kijk, kijk. Dan kunnen we door. Wat is dat? Hè? Die staan naar die hond te kijken. Het is een schattig hond. Ja. Schattig. Oh nee, blauw. Now we have to go. Thank you very much. Voila, 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 voila. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much. Voila. I can't even walk. Who I love. Bye, bye, bye. Mooi. We vervolgen onze reis, maar met de nodige plastops die daarbij komen kijken. Gaan we weer pissen? Prima. Zo, gaan we weer? Roadtrip zijn we. We zijn inmiddels 2 uur onderweg of zo. We gaan hier achterin. Tobias slaapt. Hoe gaat het met jou? Prima. Ik zit er lekker in. Ja, dat krijg je. Wij zijn echt twee laffe twatten. Toby moest de kar weer trekken. Ja, dat is goed. Hij voelt zo aan. Dat is de echte man. Na een totale reistijd van maar liefst 5 uur komen we uiteindelijk aan in Konjic. Waar we verblijven in een hostel naast de bijgeleven rivier de Neretva. Nadat Tobias ongeveer de gehele reis in foetushouding heeft liggen slapen, zou je verwachten dat hij weer enigszins zou zijn opgeknapt. Maar niets blijkt minder waar. Ik voel me echt een beetje een soort van Lord of the Rings. Dat we nu bij de rivier people zijn. Can you move that fight, please? De river people houden niet van licht, dat dacht ik al. Maar ja. We gaan haar even volgen. Hallo. Hallo. Are you from the river people? What? Are you the river people? River people? Yeah. No. The river elves? No. No. Follow me, please. Wat zit je nou met de lullen? Oh. Kun je even je dronken bek houden en ons liever lullen? Sorry, you drunk too much raki. Er zit maar één ding op. En dat is Toby zo snel mogelijk in bed krijgen, zodat hij nu echt even zijn hoes kan uitslaan. Ajax, bed. Hou je mondje maar. Ik heb dit liever niet. Oh, is dit een zware bevalling. Ik wil naar huis. Ben er klaar mee. Oh, rug. Oh, heb je last van je rug? Ja, ik heb dat horen. Ik ook voor het eerst. Maar, Octo, hoe heb jij geslapen dan? Geen idee. Wat ik nu echt wakker. Nou jongens, laten we even gaan ontbijten dan. Ja. Maar dat Toby waarschijnlijk de halve avond is vergeten, wil natuurlijk niet zeggen dat wij dat ook zijn. En daar moeten we het natuurlijk wel nog even over hebben. Wat is dit voor een bord met kots? Jij gaat even zitten. Zitten jij? Ik vind dat jij komende dag niet meer zo'n grote mond mag hebben. Je hebt je echt misdragen als een grenzeloze korbal. Ik vind eigenlijk dat jij gewoon, als we gaan uitchecken, jij je excuses aanbiedt voor je gedrag gisteren.
Maar gaan zij dan ook hun excuses aanbieden voor dit ontbijt? Nee. Oh, wow, 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 wow. Dat was nu een keer klaar. Je vreet het gewoon op en daarna ga je even netjes je excuses aanbieden. Afspraak? Ja. Ik hoorde het niet. Tobias, hebben we een afspraak? Oh, klootzak. Jij geniet hier te veel van. Hebben we een afspraak? Ja. Oké, goed zo. Na het ontbijt, wat overigens prima was, was het tijd om de spullen te pakken en verder te gaan. Maar niet voordat Tobias zijn belofte had ingelost. Hey. I would like to say sorry about yesterday. I was a bit drunk. Okay. Okay. It's okay. Don't worry. Okay. Heel goed, Toby. Ja. Trots op jou. Een echte man. Waarom loop je nou zo snel weg? Wat is er nou? Ja, jongens. Hoe voelde dit nou? Nou, wel fijn. Het was wel iets te baldadig en iets te veel raki. We gaan weer verder, jongens. Hey, jongens. Ja. Zo hard. We hebben toch weer iets leuks op het programma staan. Echt iets van deze cultuur. Wij gaan lekker een middagje hout bewerken, Toby. Hoe vind je die? Mijn hoofd is hout op dit moment. Nou, ik wil die ook bewerken. Komt mooi uit. Wat is dat? Heel langzaam gaat dat. Ah. Ik zie hier een soort van houtbewerkingshuisje, denk ik. Bravo. Kom hier, jongen. Kom hier. Daar kom je. Ja. Oh, dat is... Oh. Stel je niet zo aan, jongens. Ik ben kapot. Oh! So, we want to learn to work on the wood. Need to be here 3 months to learn that. Yeah. Oh. But can we learn some basics, maybe? You can. Yeah? Je hebt natuurlijk wel ook al een flinke voorsprong door de vrije school, hè? Ik had het als vak hout bewerken, ja hoor. Kopen bewerken, manden vlechten, ik heb alles al gedaan, op breien. Ga zo iets maken. Ja. Can we make something like this? Helemaal niks voor. Dit gaat niet lukken, jongen. Oh, dat verbaast me. Jij dacht dat je in een uurtje zo'n gevel in elkaar kan kleien. Nee, maar ik wil gewoon iets met bloemetjes, dat lijkt me leuk. Niet wetende wie de beste meneer allemaal precies in huis heeft gehaald, mag Jasper als eerste een stukje proberen. Oh. No? Nee, je zet hem op het bloem. Ach, jezus. Die arme man die heeft hier al een maand aan gewerkt en had hij het weg kunnen flikkeren. Het is niks meer waard. Hier, je krijgt even een stukje waar je, ja, waar je op kan oefenen. Hatsatatsie. Au! We moeten dat ook weer allemaal horen. En waar ik als een soort kleuter de kans krijg om over een paar reeds gezette lijnen wat patroontjes te timmeren... gaat het vrije schooljongetje Toby, zoals verwacht, compleet los met zijn eigen creatie. Ik wil zo'n tak met zo'n bloem maken. Die plaatjes een beetje geïnspireerd op wat hier op de muur zit. Optief, laat het zien. Dat ga ik toch niet kunnen. Maar ik wil ook een bloem. Dat heb ik nu al. Gaat hij mij nahapen? Alle lekkerste hier aan vind, is dat ik ben gewoon alleen maar hiermee bezig. En ik blijf gewoon volledig buiten dat gezeik. Nee, ja, hij laat gewoon al het moeilijke delen, laat hij gewoon door die man doen. Oh, wat is het weer een walgelijk figuur. Je ziet die betrapte kop. Ja. Nee, ik hou niet van onrecht. Nee, hij legt even uit hoe je zo'n cirkeltje maakt. Ja. Dit is toch een leuk popje. Het lijkt op die vissen van SpongeBob. Die hebben ook van die knakworstlippen. Oh my, wat echt een artiest. Hou je dikke bek dicht. Dank. Wat zit Moet je een lep hebben voor je bek? Voor mijn papa. Ja. Wat zit je? Oh, ja. Wat? Hij zegt dat jij misschien kunt gaan bezemen. Nou, wat is dit? Jij moet ook echt die dikke bek weer houden. Maar kijk hem daar ook lachen. Hij ziet er ook uit alsof hij een dagje bij de dagbesteding is. Hallo, ik ben Tobias. Ja, ik zit hier te genieten, hoor. Het niveau tussen het ene kunstwerkje ligt misschien wat hoger dan de ander, maar over één ding zijn we het alle drie eens. Hout bewerken is een enorm fijn en rustgevende bezigheid op deze brakke day after. Oké, nou, zullen we de resultaat laten zien aan deze meneer? Kijken wat hij ervan vindt. Zal ik maar als eerste dan? Ja. Hey, hallo. Hallo! Stoppen! The first one. Goed. Goed, oké. Okay. No, very good, ook goed. Not very good, but good. Yeah. Oké, okay. Thank you. Okay, hey. Thank you. Eigenlijk maar niet. Perfect. Wauw. Dat is very good, yes. Very good? Mal. Het is niet af, maar hij heeft wel meer dan de helft gedaan.
Dat is niet waar. Ja, ik ben wel trots op Toby. Nee, ik vind dat je het ook wel echt goed hebt gedaan. Daar mag hij trots op zijn. Maar nou, Jasper, ja. Hou ons niet langer in spanning. Last but not least. Leg neer. Lachen ze nou omdat ze het zo mooi vinden of omdat ze het zo... Ik denk wel een ontroering, Jasper. Perfect. Hey. Weet je wat hij deed? Hij wilde zijn bril pakken, maar die liet hij toch maar hangen. Maar voilà. We really enjoyed it. Thank you very much. Moet je FOMO hebben voor raki stoken en hout bewerken in Bosnië en Herzegovina? Ik ben eigenlijk aangenaam verrast. Ik had natuurlijk totaal geen zin in raki, omdat ik dat gewoon eigenlijk een heel goor drankje vind. Maar ik vond het echt een hele leuke dag. Mensen waren super lief. Ze gingen eten voor ons maken, drank in overvloed. Maar wat ik eigenlijk het allermooiste vond, dat ondanks dat we niet dezelfde taal spreken, we misschien een andere geloofsovertuiging hebben, het voelde gewoon echt bijna alsof we een soort bevriend met ze waren. Dat ik denk, ja, in de kern zijn wij mensen allemaal eigenlijk gewoon hetzelfde. We waren aan het lachen, terwijl we konden niet eens met elkaar praten. Tobias kon ook niet meer praten. Dat houtbewerken vond ik ook gewoon erg leuk. En als je trouwens denkt, goh, wat was dat een mooie creatie van Jasper. En je wil het winnen? Laat het even weten in de comments. We verloten hem. Voor thuis of in mijn studentenhuis. Mijn vader heeft een open haard. Zo respectloos ben jij. Ik geef het gewoon 4,5. Je hebt Joko. Nou. Ik vond het heel erg leuk. Ik vond het raki stoken fantastisch. Wat Jasper al zei, de gezelligheid en hoe we verwelkomd werden. Deze mensen die snappen het leven denk ik iets beter dan dat wij dat doen. Want wij zitten maar, tenminste veel mensen zitten de hele dag in een kantoorbaantje van 9 tot 5. Maar deze mensen die zijn gewoon lekker op maandagochtend zich helemaal de tering in aan het zuipen met z'n allen. Lekker raki stoken, dingen koken. Ik bedoel, dat is het leven. Het leven moet je vieren. Dan het hout bewerken. Ja, het is altijd leuk als je weer ergens een nieuw talent ontdekt. Oh. En nou, ik kan dit gewoon heel goed. Oh. Jouw werk wordt ook niet geveild omdat je het te goed vindt, toch? Nou, als iemand het wil hebben, dan mag iemand het hebben. Ja hoor. Dus al met al geef ik het ook 4,5 Tobiasje. Oh. Ja. Ik begin even met het hout bewerken. Vond het heerlijk om mee bezig te zijn. En dat je gewoon alleen maar met je hoofd bezig bent met ik ga nu hoekjes slaan in een stukje hout. Ja, en je leert ook weer wat een ambacht het eigenlijk is. Hè? Ja, dat vooral. Want wat ik aan het doen was, dat leek natuurlijk helemaal nergens op. Het raki stoken zelf, ook echt een ambacht, mooi om te zien. Maar ik hou gewoon niet van sterke drank. Maar waar ik wel van hou, zijn mensen die het leven vieren. Vrienden die bij elkaar komen, alle lagen vallen weg, andere herkomsten. En wij stonden daar, we waren aan het drinken, we waren aan het vreten. En ik vond echt gewoon dit het allervetste wat we tot nu toe op deze reis hebben meegemaakt. Dan de beoordeling, ik geef het 5 dino's! Wow. Vond je dit een leuke video? Laat het vooral even weten in de comments. Laat ook weten als je een van deze twee houtwerkjes wilt. Die van mij is helaas daar achtergebleven, te lelijk. Vergeet niet te abonneren op dit kanaal, vergeet niet te liken. En dan vooral tot de volgende keer!